Dan ben je bij Skenge Slapentijd, het dwarfshuis. En daar ben we aan het verbouwen met vrijwilligers en mijn ondernemer, dat is Heemster uit Tjemaren. En we zijn nu Safier, dus dat wij binnen vrij vier binnen met de oude timmeren. En jullie gaan hier naar beneden naast met de buis? Ja, hier lezen we die dikker, 110. De 110 gaat naar de sleet daar. Ja, ja, dat doen we een beetje later. Dan zijn we er een bokje onder van het zakje. Juist. Oorzaam, oorzaam. Ja. Zo. Nee. Ja. Ja. Hoe lang ben je hier nou al zo aan de gang? Nou, we zijn begin juni al begonnen. En nou ja. En dan ben Peker en met de vrouw voort in de sleurhut natuurlijk. Dat mocht. En nou ja, ik ga nog al een week of 12 of wat ontslaan. Nog even de middag dat ik het even wat anders hier, maar... Nou doe je dit met een hele ploeg vrijwilligers. Krijg je nog de net van op een gegeven moment? Nou, nee. Dat heb ik net echt. Het motiveert iets meer eigenlijk. Ik krijg steeds meer nog dan. En dat komt misschien ook dat aan het en we zien of het mooi wordt. Goeiedag. Ik ben even een stopputje bezig. Hartstikke. En bevalt dit nou wat? Werk je maar die vrijwilligers? Ja, zeker. Dit is hartstikke mooi. Die man die zet er wel terug en nou ja, ze noemen dan is er een vraagje, maar dan mag je ze even helpen en dan even uitlezen. En ze neem ik alles van je aan. Ze heeft vertrouwen in de timmerman, dus dat is altijd mooi. Nou, eerst op het stuk dreiging in de bouwverhaal. Ja. Krijg je hem dus eigenlijk een concurrenten bij? Dat hoop ik net. Er ben wel een paar hele goeie in bij. Heel nooit wat ervaring maar in het werk. Heel zelf in de bouw zitten? Nee, niet in de bouw gezeten. Ik was machinist in de wegenbouw, dus heel wat ander werk. Maar als je een paar mensen bij ons die weten wat er gebeuren moet, en dat is onze vraagbaak. Hè? Hoe is die gearworking met de vrijwilligers? Ja, best. Ja. Je knap. We kunnen wat helpen, hè? En heb je ook al eens even een momentje gehoord dat je hem dacht, nou, dan moeten wij maar even ingrijpen? Nou, nee. Bij jou wel eens wat onwezingen, maar in de rij ook gaat dat wel knap, hè? Nou ben ik wel benieuwd wanneer met dit al je kleren werden. Ja, dat is een hele mooie vraag. Ben je nou als... ben je vanuit dat 15 november kleren werden moet? Maar we zijn al bezig dat het ietsje later wordt. Want het is wat krap tijd. Lawaai-protest in Friesland. Daar is vanmiddag geprotesteerd tegen het plan om zout te winnen onder het dorpje Slappeterp. Want door de zoutwinning kan de bodem wel 30 centimeter zakken. En volgens de actievoerders zou dat een groot gevaar opleveren voor de landbouw. Het is een journalistiek cliché, maar hier in Slappeterp doen ze het echt. Ze luiden de... De noodklok, wij willen dat het echt gebeurd is met de zoutwinning in Noordwest-Friesland. En daarom laten we deze noodklok een kwartier lang luiden. Niet alleen hier, maar ook nog in andere 26 andere kerken. In 6 Friese dorpen lopen de inwoners te hoop. Volgens de directeur van zoutbedrijf Friesia is het zout hier heel zuiver en daarom goed voor gebruik in de industrie. Een 1 miljoen ton zout halen ze hier per jaar uit de grond omhoog. En toch is de grootste angst van omwonenden uitgerekend dat het grondwater te zout wordt. Door de zoutwinning zakt de grond tot wel 30 centimeter. Het zeewater komt dan landinwaarts en maakt het oppervlaktewater zouter. Het zout die schroeit de worteltjes weg. En dan gaan de plantjes direct al dood, hoe klein ze ook zijn. En verzilting is niet het enige. Kijk maar naar deze pootaardappels in een gebied dat door eerdere zoutwinning al verzakt is. Allemaal water tussen de rugjes en de aardappelen die zitten natuurlijk in die rug, maar die zitten in de drek. Die kun je weggooien. Toch maakt Friesia zich over de totale schade aan de landbouw niet al te veel zorgen. Wij gaan ervan uit dat inderdaad die invloed beperkt is. En als het nou wel gebeurt?
dan zullen we met die boer om de tafel moeten om de consequenties daarvan af te handelen. Juist. Ja. En dan is het of stoppen met boren of schadevergoeding? Correct. Er is trouwens een alternatief, boren onder de Waddenzee. Daar zijn we ook al een aantal jaren op dit moment mee bezig. Maar we realiseren ons ook dat in het Nederland zoals we dat kennen, vergunningenprocedures en zeker dit soort vergunningenprocedures lang lopen. En daar moeten wij helaas rekening mee houden. Tot die tijd mag er onder land geboord worden, tenzij het deze mensen lukt om dat nog tegen te houden.